Hallo. Mevrouw Peters, goedemiddag. Alles goed? Welkom. Hoe gaat het met u? Heel goed, zeker. Bedankt voor mij te komen oppikken hier. We zijn hier op het woonzorgcentrum geweest, waar ze een heel innovatief verhaal hebben rond energie. En nu heb ik in Genk nog een vergadering met de kandidaten. Mag ik u daar naartoe brengen? Dat zou heel fijn zijn, dank Dan u. Dan gaan we meteen vertrekken. U bent nu de lijsttrekker, tegelijk ook minister natuurlijk. Betekent dat dat er meer gewicht van de campagne op je schouders komt? Ja, er komt heel veel op mij af. En tegelijkertijd, het Vlaams parlement is al ontbonden. Dus daar is wat meer ruimte nu in de agenda, denk ik wel. Terwijl wij nog altijd blijven doorwerken tot de laatste dag. Dus er is inderdaad wel wat meer gewicht op de schouders. Maar anderzijds is het ook wel allemaal heel boeiend. En, Nog niet zo lang geleden was u parlementslid en burgemeester. En dan vrij snel, vrij plots, wordt u minister. Hoe gaat dat in zijn werk eigenlijk? Krijgt u dan een telefoontje op een bepaald ogenblik? Ja, dus ik was ten eerste eigenlijk heel blij dat ik voor de vierde keer herverkozen was als burgemeester van de stad Ilse Sokkum. Wat ik ook altijd heel, heel graag deed. Maar dan heb ik inderdaad op een gegeven moment een telefoontje gekregen van de voorzitter, van Gwendoline Gutte. Met de vraag of ik daags nadien om 8 uur bij haar kon zijn. Nu, ik dacht op dat moment eigenlijk nog, misschien een beetje naïef, maar ik dacht, het gaat over bepaalde dossiers. Plus, zij ging ook burgemeester worden en dergelijke. Dus ik wist eigenlijk niet goed waarover het ging. En ik dacht, oké, we zullen het morgen wel zien. En de dag nadien kreeg ik te horen dat Bart Tommelijn dan toch het burgemeesterscherp wilde opnemen en burgemeester van Oostende wilde worden. En dat hij dus zijn portefeuille als minister, dat hij die ter beschikking stelde. En toen heeft Gwendoline gevraagd of ik minister wilde worden. En dan is het zo wel eventjes van, wow, dit had ik totaal niet verwacht. Maar ja, natuurlijk zeg je daar ook geen nee tegen. Ja. Ik heb wel ook onmiddellijk naar mijn man gebeld van zus en zo. Want ja, dat verandert toch natuurlijk wel het een en het ander. Hè. Je bent iedere dag naar Brussel aan het rijden, terwijl je anders toch ook veel meer lokaal in Ilse Sokkum actief vaart. Is uw leven helemaal overhoop gehaald nu? Ja, het is wel heel druk en intens, omdat ik moest ook nog heel veel instuderen op de eerste plaats. Er komt zoveel gelijktijdig op u af en de nachten zijn kort, moet ik zeggen, en het gaat aan een hoog tempo. Maar ik ben natuurlijk dan ook wel heel blij, want er waren een aantal dossiers waarvan dat iedereen zei van dat gaat haar niet lukken. En onder andere het verhaal van de digitale meter, dat gegarandeerd rendement. Ja, dat waren geen eenvoudige dingen. Hè? En dan nog overnemen van iemand als Bart Tommelijn. Ja, en Bart had zelf gezegd, ik ben er zeker van dat gaat niet lukken. We hebben altijd dat voorbeeld gesteld. Er moet een rendement voor de prosumenten gegarandeerd zijn. Anders komt er geen digitale meter. Dus eigenlijk ging iedereen een beetje ervan uit van dat de decreet van de digitale meters wordt niet meer gestemd. En de uitrol van de digitale meter wordt voor de tweede keer uitgesteld. Maar dan hebben we toch na heel wat overleg, na heel wat vergaderingen, eigenlijk een uitweg gevonden. En het decreet is gestemd zonder enige tegenstem, dus de uitrol kan beginnen. En ik denk dat iedereen daar heel tevreden mee kan zijn, want dat is de toekomst, Nochtans, over heel dat verhaal ken ik nog iemand die daar een speciale vraag over heeft aan u. Namelijk Tuur, de kleine man van de ideale wereld. Als je even de tablet pakt uit het zijvak, dan vindt u de vraag die Tuur heel graag aan u zou stellen. Oké. Dag mevrouw Peters. U bent wel eens sneller, hè? U was nog maar pas opnieuw verkozen tot burgemeester en hopla, u werd minister. U bent altijd maar bezig over energie, besparen en speciale stroommeters. Maar ik hoor thuis mijn papa altijd vloeken als hij de stroomrekening uit de bus haalt. Zou je daar niet eens beter iets aan doen? Dan krijg ik misschien meer zakgeld. Ja, heel leuk. Ik wil zeker ervoor zorgen dat Tuur meer zakgeld krijgt. Nee, dat is inderdaad echt een feit. Als ik de factuur van de gasrekening bekijk en ik zet daar tegenover de factuur van de elektriciteit, daar is een enorm verschil. Bij de gasrekening betaalt je voor het gas. Bij elektriciteit zitten daar veel te veel andere componenten in. En daarvan zeg ik echt, dat moet daaruit. Wat zit daar onder andere in? Een heel groot verhaal van de openbare dienstverplichtingen, zo noemt dat. Dat is onder andere de openbare verlichting. Dat is ook het verhaal van de budgetmeters, de tussenkomsten in het OCMW, voor de mensen die het financieel moeilijker hebben. Dat zit allemaal mee in die energiefactuur. Ook een aantal energieverplichtingen en energiepremies vanuit het verleden. Dus, en dat moet daar eigenlijk allemaal uit. Het is absurd dat je openbare verlichting betaalt of laat betalen door de consument op de rekening van de elektriciteit,
terwijl dat eigenlijk gewoon uit de algemene middelen moet betaald worden. Ja. En dus in die zin kan de energiefactuur sowieso door de overheid een stuk later gebracht worden. Die taxen, dat aandeel moet eruit, dat is één. Anderzijds moet ik tegen Tuur ook zeggen, hij moet aan zijn papa zeggen dat hij zo weinig mogelijk energie verbruikt. En anderzijds ook door te investeren in hernieuwbare energie, in zonnepanelen, dan ben ik er zeker van dat Tuur zijn papa nog heel weinig aan energiefacturen gaat betalen. En dan krijgt hij meer zakgeld. Ja, ik zet ondertussen even een streepje muziek op. Bent u een muziekliefhebber? Ja, ja, ik heb meestal ook wel de radio opstaan, dus ja. Kent u deze plaat? Ja, die kennen we. Dat is? Guus Meeuwis met Dit is de Nacht. Een favoriet van u? Het is een plaatje waar we wel wat mooie herinneringen aan hebben. Ah, vertel. Ik ben heel lang geleden naar de bootparty geweest in Lanaken. En op dat plaatje heb ik toen voor het eerst gedanst met mijn man, met Jan de Glinde. Ja. Hij is mij op die plaat ten dans komen vragen en daar is de vonk overgeslaan. En vandaar dat het liedje Dit is de Nacht ons nog altijd mooie herinneringen met zich meebrengt. Ja. Hebben jullie dat nadien nog als openingsdans gebruikt of zo? Het was niet als openingsdans, maar het is wel gedraaid op ons huwelijksfeest, dat ja, wel. Ja. Ja, ja. Ook een beetje wat ambiance op zich. Hè? Is dat dan het Maaslandse feestbeest wat naar boven komt in u? Ik denk dat de Maaslanders inderdaad wel bekend staan als mensen die graag feesten. En ja, wij doen dat uiteraard ook graag. Dus, ja. En het is een ambiance plaat, hè? Dus het is geen treurige plaat, dus wat dat betreft, ja. Ja. Nu, 26 mei komt eraan, het wordt nog een drukke periode, maar heeft u nu iets waarvan u zegt, dit is nu een belofte, een voornemen waar ik mij volop wil insmijten, het zij vanuit de meerderheid, het zij vanuit de oppositie, maar dat is mijn punt wat ik wil maken in de toekomst. Ja, ik denk op de eerste plaats dat we voor Limburg echt heel hard samen moeten werken om toch zeker Limburg te geven datgene waar het recht op heeft. En dan kijk ik heel specifiek naar onderwijs. Op dit ogenblik is er nog te veel een brain drain van de capaciteit, van de talenten die wij in Limburg hebben naar andere provincies. Dus ik vind dat ons hoger onderwijs extra financiering moet krijgen, dat ze ook bijkomende richtingen moeten kunnen aanwenden, dat enerzijds. En anderzijds is en blijft zeker ook het hele verhaal van de ruimtelijke ontwikkeling blijft ook wel echt mijn dada. Ik pas ervoor dat Limburg geen ontwikkelingskansen meer krijgt in de toekomst. En ik denk dat we daar als Limburgers en als alle Limburgse politici echt aan één koord moeten trekken om te zorgen dat echt Limburg alle kansen krijgt die het verdient. Heeft u waarschijnlijk de smaak te pakken? Wil u opnieuw minister worden? Ik doe dit heel graag. Ik moet zeggen, het is heel boeiend, het is heel intensief. Maar als ik me ergens in vastbijt, dan ga ik er ook voor 200% voor. En ja, ik wil zeker wel terug minister worden, ja. Wat dat betreft, men zegt de jongste tijd vaak, hè, dat uw partij midden in het bed ligt, zowel federaal als op Vlaams niveau. Ik hoop het dat we enerzijds er sowieso weer terug bij zijn. Want natuurlijk, als je in de meerderheid zit, kun je veel meer je stempel drukken op het hele verhaal. Dus dat is één. Nu, met de gemeenteraadsverkiezingen zaten wij toch al vrij goed, hebben goed bijgescoord. Ik hoor ook overal waar we komen dat we echt op een positieve flow zitten. Dus ja, ik hoop zeker dat we erbij zijn en dat we midden in bed liggen, zoals u het zegt. Hè, ja. Zo, mevrouw Peters, we zijn op uw bestemming aangekomen, uw partijgenoten wachten op u. Maar ja, ik ga eerst nog enkele heel korte vragen aan u stellen, met ook even korte antwoorden. Leest u alles wat in de media en ook in de sociale media over u verschijnt? Niet alles, want dat is bijna onmogelijk, maar ik probeer toch zoveel mogelijk mee te pikken. Ja. Waarover krijgt u het liefst complimenten? Dat is een moeilijke. Dat, nee, als je bepaalde dingen hebt bereikt, als je bepaalde dossiers hebt kunnen doordrukken, ja, daar heb ik het liefst, want het gaat over het inhoudelijke, daar heb ik het liefst wel een positief compliment over. Ja. Ja. Stel dat u op iemand anders en een andere partij zou moeten stemmen. Weet u op wie dat u zou stemmen dan? Niet gemakkelijk. Maar ja, dan gaat je natuurlijk sowieso kijken naar een partij die het kortst aanleunt bij ons programma. En ja, ook qua persoon te koer. Dus ja, dat. Ik vermoed dat het dan in eerste instantie eerder iemand van CD&V zal zijn. Ja. Nog een vraagje. Waarin gelooft u?
Ik geloof in de wetenschap en in de toekomst en dat we nog heel wat innovatieve dingen kunnen realiseren die zeer belangrijk zijn voor ons klimaat, voor onze economische ontwikkeling, kortom voor alles. Mag ik u danken voor het ritje? Dank u wel. En voor het gesprek. Heel graag gedaan. Tot ziens. Heel plezant. Ja. Dank u.